Vandaag willen we jullie onze HDMI over IP extender set laten zien. Met deze set kun je makkelijk je HDMI signaal verlengen via je lokale netwerk met een resolutie van 1080p bij 60 Hz. De extender set bevat een transmitter en receiver en ondersteunt point-to-point en point-to-multipoint. Heb je een bronapparaat, bijvoorbeeld een mediaspeler of laptop, die je op een tv of monitor wilt laten zien in een andere ruimte, dan is de AB7880 HDMI over IP extender set de oplossing. Of wil je het signaal van een bronapparaat op meerdere tv's of monitoren laten zien, dan is hiervoor de AB7881 receiver los verkrijgbaar. Gebruik het bestaande IP-netwerk en UTP-kabels om de transmitter en receiver aan je router switch te koppelen. Transmitter en receiver hebben een geïntegreerde montagebeugel en daarnaast heeft de set IR-ondersteuning voor het op afstand bedienen van het aangesloten AV-bronapparaat. We laten jullie nu zien hoe je deze set point-to-point aansluit. We sluiten eerst de bron aan. Dat doen we met de HDMI-kabel. Die sluiten we aan op de HDMI-poort van de transmitter. Vervolgens gaan we de infrarode sturing aansluiten. Zorg ervoor dat je de IR-led pakt met de label IRTX. De TX staat voor transmission. Die sluit je hierop aan. Zorg er ook voor dat de IR-zender goed gericht staat op de infrarood ontvanger van je mediaspeler. Vervolgens sluiten we de UTP-kabel aan op de transmitter. En de andere die sluiten we aan op de receiver. Dan ga je je monitor of beamer op aansluiten. Dat doe je ook met de HDMI-kabel. Die sluit je hierop aan. Vervolgens sluit je ook de IR-receiver erop aan. Die is gelabeld met IRRX van de receiving. En zorg ervoor dat je infraroodontvanger in de buurt van je monitor staat, zodat je daarop kan richten met je afstandsbediening. Dan sluiten we de stroom aan op beide apparaten. Vervolgens zetten wij de bron aan. En je ziet al dat het apparaat al zijn signaal doorstuurt. Nou, op het moment dat het apparaat geconfigureerd is, dan kun je dus nu rechtstreeks op het scherm mikken met je afstandsbediening. Je kunt heel makkelijk iets doorsturen. We laten jullie nu zien hoe je deze set point-to-point aansluit met een switch of een router. Wij kiezen in dit filmpje voor een switch. Sluit eerst je bron aan via de HDMI-kabel op de zender, de transmitter. Vervolgens sluit je de infraroodoog hierop aan. Dat is de kabel met de IRTX-label erop. De infraroodoog die richt je dan ook op je bron. Vervolgens sluit je deze aan met een netwerkkabel op een switch. En hetzelfde kun je ook weer doen voor de ontvanger. Ook weer een netwerkkabel in de switch en de andere uiteinde in de receiver. Deze receiver die ga je nu verbinden met je tv, monitor of beamer door de HDMI-kabel aan te sluiten. En hier sluit je ook weer de infrarood oog op aan. Deze is gelabeld met IRRX van receiver. En die kun je dan bij je monitor of tv positioneren. Beide infrarood ogen kun je makkelijk bevestigen door de meegeleverde 3M tape. Daarna zetten we beide apparaten aan door de stroom erop aan te sluiten. We zetten ook tegelijkertijd de bron alvast aan. En op dat moment zie je al dat het al uitgezonden wordt naar je monitor. En op het moment dat die opgestart is, kun je heel makkelijk via je afstandsbediening het apparaat bedienen.
Wat zit er in de doos? Een HDMI over IP receiver, een HDMI over IP transmitter, een snelle installatiegids, benodigde documentatie, twee power adapters, een infrarood ontvanger en een infrarood zender, plus de dubbelzijdige kleefband om ze te kunnen bevestigen. Voor meer informatie kijk op onze website www.eminent-online.com.